Hallo lieve kinderen, hartelijk welkom bij de eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal in Grave. We gaan jullie de komende tijd vertellen over alles wat er gebeurt rondom de intocht van Sinterklaas. Want zondag 18 november om 13 uur komt Sinterklaas aan in Grave. Maar eerst schakelen we over naar onze verslaggever Quirijn, die op de Loswal aan de Maas is om alvast te kijken of alles daar oké is. Dankjewel Hanneleen. Quirijn van het Sinterklaasjournaal hier op de plek waar Sinterklaas altijd aankomt in Grave, de Loswal. Prachtig, maar nog helemaal leeg. Geen boot te bekennen. Ik hoop dus dat hij over een paar dagen weer aankomt en dat het hier helemaal vol staat. Maar ja, je weet nooit, want je hebt vorig jaar gezien dat het ook maar zo helemaal in het water kan vallen. Ik kan me herinneren dat camera Lou daar ontzettend mooie beelden van gemaakt heeft. Dus dit is misschien het moment waarop we even terug gaan naar de studio en die beelden aan de kijkers laten zien. Olé, olé, olé. De handpoort, zie daar, kijk. Is dat nou de handpoort? Ja, precies. Ah, nou weet je wat dat betekent? Nou, we zijn in de Graaf. Yes, eindelijk toppie, man. En nu? Even denken, we hebben een lijst van Sinterklaas meegekregen wat we allemaal moeten gaan onderzoeken. Even kijken. Ja, punt 1. Kan de stoomboot aanleggen in de Maas? Ja, natuurlijk kan de stoomboot aanleggen in de Maas. Maar waarom? Ja, nou weet je, in de zomer was het hier ook zo bloedje heet. En dan zakt het water in de Maas en daar zakt en daar zakt. En soms kunnen de boten dan niet meer varen. En dat gaan wij nu onderzoeken. Nou, dan gaan we dat doen. Dan gaan we naar de Loswal toe. Dan gaan we de Maas eens even mooi opmeten. Vind ik een goed plan. Leuk. Kom op. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Kanonnen. Erop zitten. Ja. Doe jij voorzichtig? Natuurlijk. Kijk eens. Hoppa. Nou, dat is de Maas. Ja. En die loopt dan de Loswal. Ja, precies. Daar komt Sinterklaas dus aan. Als het water diep genoeg is. Waarom zou het water niet diep genoeg zijn? Er ligt al een boot. Hé, hey, dan gaan we gewoon meten. Ik vind het meten goed, is weten. Vind ik het mooi, is het niet? Weten. Ja. Oh, weten is meten. Hou je me vast, Fie? Altijd. Anders val ik erin, hè? Ja, dat moeten we niet hebben. Eens ja. Wauw. Het hier. 843 meter. Jee. Dat is goed, toch? Piet, daar kan zelfs een duikboot in. Ja, top, toch? Ja, super. Geen kom meer. Hoppa. Gelukkig kwam alles weer op zijn pootjes terecht door die twee slimme pieten die Sinterklaas gestuurd heeft. Nu heb ik hier ook nog een reportage van Quirijn liggen die hij gemaakt heeft tijdens zijn vakantie in Spanje. Quirijn was toen op bezoek in het kasteel van Sinterklaas, maar ja, dat krijgen jullie de volgende keer te zien, want onze tijd zit erop. Vandaar. Tot de volgende uitzending, hè? Daars! Olé, olé, olé. En oh ja, voor alle kinderen die nu kijken via de Omroep Land van Kuik, vraag aan papa of mama of iemand anders om morgen via YouTube in te loggen. Jullie kunnen dan kijken naar het Sinterklaasjournaal van Grave op de site Bloem Kruisbergen. Dag! En vergeet